Geachte aanwezigen, geachte rector, geachte leden van de bestuursploeg, beste collega's, beste leden van de universitaire gemeenschap en andere genodigden. Hier zijn we dan, post-COVID, terug echt samen. We openen het academiejaar in code groen. Niets zal nog hetzelfde zijn als in pre-COVID-tijden. Maar hoe ziet dat nieuwe normaal er aan onze alma mater uit? Natuurlijk zijn wij blij, zelfs euforisch, om weer in het echt les te geven, te vergaderen, onderzoek te doen. Natuurlijk willen we wat op afstand goed werkte integreren in het nieuwe normaal. Maar wat gaan we ervoor laten? Over dit laatste horen of plannen we voorlopig niets. Het nalezen van de vier vorige openingsspeeches toont dat telkens dezelfde twee verweven vragen vanuit het academisch personeel naar boven komen. Een betere werk-leven balans en de aanpak van overdreven, zelfs oneerlijke interne competitie omtrent onderzoeksfinanciering. We hadden graag met deze traditie kunnen breken, maar dit blijkt schier onmogelijk. De voorbije COVID-periode en de meest recente tevredenheidsenquêtes nopen ons ertoe het ontbreken van een gezonde, zelfbepaalde combinatie werk-leven voor elke personeelscategorie aan onze universiteit opnieuw centraal te stellen vandaag. De recente Olympische Spelen inspireren om het professorschap te vergelijken met topsport. Wat doen zowel topsporters als professoren feilloos? Hard werken, maximaal presteren onder een gezonde dosis stress. Keihard gaan om een topprestatie neer te zetten. Maar wat vergeten professoren en de universiteit wel en topsporters absoluut niet? Bewust periodes van fysiek en mentaal herstel inlassen. Tijd voor rust en goed voor jezelf zorgen. Hoe zou dat op onze werkvloer vorm kunnen krijgen? Alles tegelijk willen en vooral moeten doen, blijkt de kortste weg naar burn-out. Dat getuigen de twee recente tevredenheidsbevragingen. Keuzes zijn dus nodig. Het hebben van de flexibiliteit om soms de ene opdracht en soms de andere voorrang te mogen geven, zonder het risico op een negatief waardeoordeel. Het beroep ZAP draagt die mogelijkheid van keuze eigenlijk in zijn naam. Maar hoe zelfstandig bepalen professoren hun combinatie van opdrachten en leven nog? Afgeschermde momenten zijn broodnodig om opnieuw tijd te creëren om ook maar iets zelfstandig te kunnen kiezen. Weken waarin studentgerelateerde vragen niet in onze mailbox verschijnen, bestaan amper nog. COVID heeft dit alleen nog verder geïntensifieerd. Nochtans is een studentvrije sperperiode onontbeerlijk om bij de start van een nieuw academiejaar opnieuw vol enthousiasme te kunnen gaan voor de volgende lichting. Waarom is dit evident voor lesgevers in het secundair onderwijs, maar blijkbaar geen prioriteit in het hoger onderwijs? Ambitie is meer dan stijgen op een ladder. Het goede nieuws over klimmen op internationale rankings volgt elkaar recent weer snel op, maar de menselijke kostprijs is onaanvaardbaar hoog. Blijven negeren dat deze rankings pijnlijk blootleggen dat de verhouding studentpersoneel aan KU Leuven gemakkelijk 3 en meer keer hoger ligt dan aan de andere hooggerankte universiteiten, is ronduit gevaarlijk. Collega en psychiater Dirk De Wachter vergeleek recent onze maatschappij met een speedboot die steeds sneller moet varen. Deze metafoor past ook op onze universiteit. Vooraan staan de happy few in de kijker, haren in de wind, carrière voor de wind. Maar achteraan vallen er collega's uit de boot. Niemand ziet hen, de collega's met depressies, burn-out, oververmoeidheid. Als ze uitvallen, wachten we op hun terugkomst, maar verwachten dan meteen een 100%ige inzetbaarheid, een back to the usual.
Dit probleem dreigt zichzelf verder te versterken. De mentale crisis sluimert. Om nog erger te voorkomen, zijn doortastende nieuwe beleidslijnen nodig. Met focus op recht op rustpauzes, op mentale gezondheid, op tijd voor sociaal contact en op zorgzaam omgaan met elkaar. Hybride werken wordt als oplossing naar voren geschoven, maar houdt ongetwijfeld ook nieuwe risico's in. Bijvoorbeeld alleen al door een forse impact op het aantal gezette stappen per dag, wegens het ontbreken van de nodige sociale prikkel. En zo komen we toch opnieuw uit bij die tweede vraag. Laten we ons systeem van onderzoeksfinanciering met nooit aflatende competitie en de ermee samenhangende druk herbekijken. Op 18 augustus meldde onze dienstcommunicatie dat Vlaanderen fors investeert in Leuvense onderzoeksinfrastructuur. 31 miljoen euro voor 6 KU Leuven onderzoeksgroepen. Het zoveelste bericht over omvangrijke financiering, geoormerkt door politici en of universitaire beleidsmakers en verdeeld via onduidelijke kanalen. 31 miljoen, dat is zowat het budget van de vorige call strategisch basisonderzoek bij het FIO. En 120 miljoen euro, de totale Vlaamse investering door minister Krivits voor deze post-COVID-relance, benadert het jaarlijkse FIO-budget voor alle competitief verdeelde fundamentele onderzoeksprojecten in Vlaanderen. Misschien was een waar post-COVID-relanceplan, althans voor Vlaamse onderzoekers, toch beter op een andere manier uitgerold. De roep om basisfinanciering is wetenschappelijk onderbouwd en strategische onderzoekscentra, zoals bijvoorbeeld het VB, illustreren het succes ervan op de lange termijn. De vraag om invoering ligt al jaren op tafel. Toch wordt er binnen KU Leuven tot op heden nog niet echt werk van gemaakt. Ja, de invoering zal bestaande initiatieven omtrent onderzoeksprojecten doen verdwijnen. Ja, er zal moeten beslist hoe dit uit te rollen met de ware kost van verschillende types onderzoek in gedachten. En ja, ook bij ZAP zal hier een grote inzet, verantwoording en excellentie tegenoverstaan. Wij zijn alvast benieuwd naar de mening en acties van onze nieuwe vice-rector onderzoek, Jan Doge, in deze. We starten dit academiejaar met een herverkozen rectorsploeg. We kijken samen vol verwachting uit naar hun beleidsacties en hopen dat na alle, overigens terechte, aandacht voor COVID-19 de tijd nu is aangebroken om ook met onze verzuchtingen aan de slag te gaan. Less is more kan hopelijk het nieuwe motto zijn op weg naar minder druk in het belang van meer tijd voor onze opdracht in al haar aspecten, maar ook meer tijd om samen allemaal gelukkig te zijn. Ik dank u voor uw aandacht. APPLAUS